Er is momenteel veel te doen over de betrouwbaarheid van zelftesten. Toch zit er volgens basisarts infectieziektebestrijding Mees van der Hof van de GGD Friesland wel degelijk een meerwaarde in het gebruik van deze testen. De waarde van zelftesten zit er echt in dat ze laagdrempelig zijn en makkelijk. Dus dat je, als je milde klachten hebt, dat je dan meteen indicatie kan krijgen of je besmet bent of niet met het coronavirus. En op de dag dat je klachten ontwikkelt en de dag daarna, dat zijn ook als die klachten van het coronavirus komen, de dagen dat je de meeste virusdeeltjes bij je draagt in je neus. Dus dat zijn de goede momenten om die zelftest te doen. En een goede afname, dat maakt echt wel een groot verschil in de betrouwbaarheid. Dus ik zou zeggen, neem er gewoon de tijd voor. Trek er een half uur, inclusief aflezen vooruit minimaal. Dan weet je dat het ook zin heeft gehad. De grote vraag is natuurlijk, hoe diep moet dat stokje nou in je neus? Doen we dat eigenlijk wel goed? Mijn tip zou zijn, neem voor jezelf in je hoofd gewoon de afstand die voorgeschreven wordt, 2 tot 2,5 centimeter, en meet dat even uit op het stokje van tevoren en kijk waar je je vingers moet houden. En dan kan je daarmee zorgen dat je gewoon diep genoeg gaat door je vingers precies tegen je neus gaat te houden. Ja, dan weet je dat je goed zit. Het is wel zo dat eigenlijk bijna niemand het fijn vindt. Dus als je het gevoel hebt dat er niet zoveel is gebeurd, ja, dan is het ook waarschijnlijk niet goed gegaan. En hoe diep dat stokje dan moet, wilde ik zelf ook graag even ervaren. Je voelt aan de zijkant voel je een vervelend gevoel. Ja. Maar op een gegeven moment voel je ook richting achter een beetje een vervelend gevoel. Ja, en dan zit je goed. Een prikje. Ja. Nou, ik heb hem iets van 3 keer rondgedraaid, maar dat moet 5 keer. Dat is 5. Goed, de bril gaat af. En haal je hem terug via het midden, via je neusschot. Ik smeer nou de buitenkant van mijn neus, ja. Oké, en 3, 4, 5. En dan moet ik met dit vieze stokje nog een keer in de andere neus gehad. Jazeker. Oké. En de uitslag was gelukkig negatief.